Dat kent gewoon bijna iedereen. Ja, kan je een Star Wars freestyle doen? Oké, noem eens twee namen, dan rap ik erop. Stormtrooper en Han Solo. Oké, Cooper en? Solo. Oké. Yes, het is de naam Nooit Tijd voor een Blooper. We rollen hier zo met de homie Cooper. Ah, je weet, hoe heet die andere gast? Het was iets met Solo. Han Solo. Je weet hoe ik mijn leven leef, het is altijd YOLO. Tegenwoordig rijden we dikke bakken, niet meer in een polo. Hoewel een polo is ook prima. Yes, het is de naam, we wonen in Amsterdam of eigenlijk in Diemen. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje moeite had met de lightsaber met de twee dingetjes aan de zijkant, maar... Dat is toch vet handig? Nee. Hij is toch ook via de zijkant? Dan sla je de klauwen aan die lightsaber, man. Ja, maar hij is toch geen amateur? Nee, dat is waar. Maar goed, stel je nou voor dat je 's morgens even je biertje wil openmaken met een lightsaber. En je plant je fikken aan die fucking lightsaber. Dat is goed, goede pruik op jij, man. Ah, dankjewel. Zit je echt daar, of niet? Nee, ik heb steeds minder. En dan probeer ik een beetje te verhullen op deze manier. Lukt goed dan. Ja. Wat brengt jou naar Star Wars? Ja, Star Wars, man. Ik ben een Star Wars fan van het eerste uur, joh. Dus ik ben blij dat ik uitgenodigd ben. Dus... Jij bent echt hardcore. Jawel, man. Ja, vanaf vroeger al. Het is gewoon nostalgie, maar het is ook gewoon kwaliteit. En dan de tune en de muziek en het hele verhaal, hoe dat nu verder gaat en nieuwe karakters. Ik ben gewoon benieuwd naar de ontwikkeling van de saga, weet je. Wat betekent Star Wars voor jou? Is het jeugdliefde of is het... Nou, niet echt. Ik heb het ook toen ik was 15 toen aflevering 1 uitkwam. En Joost is eigenlijk groot fan, dus ik sta hier echt uit pure liefde. Je hebt er gewoon meegekregen. Ja. Nee, ja, en zij is de enige mogelijkheid om mij bij die première te krijgen. Dus eigenlijk is het niet zo gek. Verhaal rond. Hartstikke slim gespeeld. Ik heb de films gewoon vaak gezien. Ik heb me een beetje verdiept in het leven van George Lucas. Biografie gelezen. Ik ben op Skywalker Ranch geweest bij San Francisco. Ik heb een life-size Darth Vader bij mij in de game room staan. Dus ik ben een aardig fan, kan je zeggen. Nee. Ja. Kruimelen. Ja, precies. Jij moet alles goed verkruimelen. Kruimels zijn belangrijk. Wie het kleine niet eert. Want zo zijn we allemaal begonnen, toch? Ja. Maar ja, wel volledig in ornaat. Jij denkt van, ik ga er toch gewoon volledig van genieten? Tuurlijk, maar ik ben niet de enige, hè? Die witte daar, dat is Jan Kooijman. Nee. Echt waar? Nee. Nee. Toch, hè? Toch de dark side. Kruimelen. Homerus, ik zweer het je. Echt waar. Ja. Het grijpt je echt en het geeft je echt het gevoel van ik wil een goed mens zijn en ik wil een moedig mens zijn. Ja. Het is heel erg aanstekelijk en ik ben helemaal niet van, nou ja, dit soort...